Stiekem. Wij gaan naar. Ik had net zijn allereerste bloedneus. Let's not try and waste your time. I've seen it all, I've seen it. Sst, dat hebben we Joris. Joris heeft niks in de gaten. Hey, toppers. Lekker kijk zweten. Hem gaan, kijk hem gaan. Zit wel. Oh. Dat is lekker. Ja, ba. Laat nou even zien. Wat weer, hè? Bah, wat weer, ja. Wat als het straks lente wordt en het wordt wat warmer, dan kan hij lekker in de tuin bangeren. Lekker kijken. Een kaartje. Een dexietje. Nee, we gaan even snel onze boodschap halen. We doen het even lopend vandaag. Hop. We wilden net weggaan. Was het verder aan het regenen? Oh, ja. Gelukkig was er maar één wolkje. Hoop ik. Ja. De lunchpauze voor Bart. Precies. Heb je allemaal dingen te vertellen hier? Ja? Sst, stiekem is Dex hier onderin. Want eigenlijk mag hij niet de supermarkt in. Haha. Ja. Ah. Mijn arme lieve Jacksje, die had net zijn allereerste bloedneus. En hij is ook verkouden, dus het schijnt dat het dan sneller kan gebeuren. Dat ze een bloedneus krijgt. Gelukkig is het wel heel snel gestopt. Maar hij viel. Hij was gewoon normaal aan het kruipen en viel gewoon zo pok. Het first naar voren. Toen gebeurde het, hè? Ja. Nou, hij is alweer bijgekomen. Ja. Wat vinden jullie van mijn nieuwe jas? Jullie moeten raden wat ik zeg. En het heeft te maken met iets wat wij binnenkort weer gaan doen. Maar jullie mogen dus raden. Dus laat in de reactie weten wat wij zeggen. We gaan het allebei zeggen. Oké. Okay. Wij gaan naar Sinterklaas. Oké, laat in de reactie weten hieronder wat we zeiden. En dan laten wij weer weten of het klopt. Zo, Jola even afgezet bij de theaterschool. En kind aan huis inmiddels hier weer eventjes wat halen. Bij de HEMA. Namelijk een slaapzak voor Jax. Ik heb deze gekocht trouwens. Ach ja, niet echt boeiend, maar gewoon lekker. Dat was een blauwe wasser. Blauw. Hoppa, Bart aan het werk. Oké. Okay. Ga met die banaan. Papa Oi. Gaat werken. Papa gaat werken. Dag papa. Haalt hij zijn broodje erin. Dit is iets nieuws. Jack zit tegenwoordig op zijn knieën. Hè? Ik denk dat ik de box maar even naar beneden ga zetten helemaal. Want dan kan hij daar ook een beetje in oefenen met staan. Die lieve schat ligt even in bed. Straks komt Jolaatje weer thuis. En die ga ik dan weer naar de deur brengen en zo. Dus even snel een uurtje editen. Er lag hier dus nog een klein pakje met 4 van deze koekjes. En die zijn nu dus op, dat snap je. Want die gaan zo lekker in de thee. Dit is niet normaal, hoe lekker. Joltje afgezet op turnen. Bart zei, Dies, kom je meteen naar huis?
Ja, maar ik maak nog een hele kleine tussenstop. Alleen even kijken of er nog treasures zijn. Zoals sommigen van jullie misschien weten, ben ik een treasure zoeker tussen de trash van de nappes. En dat zit hier naast. Dus let's check it out. Ik heb trouwens nog een heel klein vraagje aan jullie. Ik wilde het op Insta vragen, maar ik doe het gewoon hier. Met een polletje hierboven. Ik ben namelijk toe aan weer een nieuwe kapperbeurt. Misschien hadden jullie gezien dat ik het laatst best kort had gedaan. Het groeit als een malle. Dus het is nu echt alweer zo'n stuk langer. Wat zal ik doen? Zal ik weer teruggaan naar dat korte wat ik dus pas had? Naar dit ongeveer? Of zal ik weer eens extensions nemen voor een lange look? Laat het weten hier in de poll wat ik moet doen. En nu even langs de noppers. Kijk, 9 van de 10 keer hebben ze gewoon helemaal niks. Maar je weet het maar nooit. En ik zoek natuurlijk nog steeds wat dingetjes voor de eeuwigdurende restyling van mijn huis. Ik ben dus op zoek naar een ronde spiegel, maar dit is het net niet, zeg maar, helemaal niet. Nee. Hoe gaaf is deze picknickmand dan? Nee, deze is echt super gaaf. Daar kunnen flessen wijn in, maar ja, waar ga ik dat nou weer neerzetten? Zo schattig dit. Hoor, de treasure. Voor €1,50. Wow, dat is echt niet. Die kan je indrukken. Ook heb ik dus gevonden dit boek, Opper de Pop, van de Albert Heijn. En dat is heel handig, want het staat precies vanaf zoveel maanden. En dan van alles over gezond eten. En allerlei receptjes. Nou, dit is toch top. Ik ga hier heel veel leuke dingen uitmaken. Misschien dat ik er wel een keer een aparte video van maak. Lijkt het jullie leuk om dat te zien? Laat het dan zeker weten. Dan maak ik hier een video met allerlei leuke babygerechtjes. Jax heeft vandaag zijn eten in ieder geval op. En hij vond het heel erg lekker. Hij had een bloemkool stampotje met kaas. Hallo, I am in my evening outfit. Ik ga lekker even mijn batterij in de oplader doen, want die is al heel lang leeg. En ik ga nog even editen. Ik zeg jullie dus gedag voor vandaag. Ik zie jullie heel graag weer in een nieuwe vlog komende woensdag. Waarbij ik weer een leuke training tegemoet ga. Dank jullie wel voor het kijken. Rock that joint.